Maringe Vogel, het volgende icoon. Ik spreek alleen met iconen vandaag. Jeetje. Hoe is het, Maringe? Gaat het goed? Uiteraard. Ja? Nee, ja, goed. Ja, het gaat goed. Ik mag niet klaar in deze situatie, nee. Nee? Nou, dat is relativerend, zo begin je al. Zeker. Hey, maar Maringe, ik zeg iconen, dat is ook niet voor niks, want jij werkt ook echt al heel lang bij de bibliotheek. Ja, kun je wel zeggen, ja. Ik ben hier ooit begonnen als opruimmedewerker in mijn jonge jaren om een centje bij te verdienen. En welk jaar was dat, weet je dat nog? Dat was nog in Douwendaal, in de kleine bibliotheek. Daar liep ik altijd als klein meisje de hond uit te laten. En ik vond dat wel interessante boeken. Al had ik toen hele andere interesses ook wel. Maar in elk geval ben ik zo erin gerold. Dus dat zal zijn toen ik 15, 16 jaar was. Zo oud, 15, 16 jaar. Dus, ik ben dus dat is ook al een jaar of... Ja, heel lang. En ik ben eigenlijk... ik heb wel nog andere dingen gedaan, maar uiteindelijk kon ik in de bibliotheek terecht en ik heb hier wel mijn draai gevonden. En ze hebben me hier ook de kans gegeven om te groeien. Dus ik heb veel bibliotheekopleiding, of tenminste opleiding, ik heb veel bibliotheekdingen gedaan en nu zit ik op deze plek. Ja, maar wat is er? Want je hebt inderdaad ook veel verschillende functies gehad, maar wat is op het moment dan je functie? Dat is eigenlijk niet in één filmpje uit te leggen. Nou, maar kijk in een paar trefwoorden. Ik doe een heleboel dingen. Door mijn ervaring heb ik veel affiniteit met het bibliotheeksysteem. En op salesniveau zorg ik voor wat achter het tarievenstelsel zit. Dus de regeltjes waar de mensen zich aan moeten houden, onze leners. Dat stem ik op salesniveau af. Daarnaast ben ik binnen ZB voor een heleboel dingen... beschikbaar, verantwoordelijk. Ik doe de cijfers, dus ik ben van de statistiek. Ik lever aan het MT de hoeveel er geleend wordt gekocht. Ja, dat maar soort niet dingen. Alleen op bibliotheek. Er zijn natuurlijk binnen de bibliotheekwereld meer dan alleen maar uitleningen. Dus er zitten heel veel cijfers en die lever ik aan en die verzamel ik. En soms moet ik daar zelf ook wel wat mee doen. Dus dat is op dit moment eventjes een druk, omdat het natuurlijk jaarverslagentijd is. Ik geef zelf ook cursussen op de mediawijsheid, Instagram, workshops. Telefoons, apps. Ja, iPad, hup, kom maar door. Dus ja, dat deed ik vroeger hier. Dus dat is toch een soort in mijn voetspoor ook nog. Zeker. Ja, grappig. Maar jij bent inderdaad ook, ook al ben je dan wat meer achter de schermen. Als ik een vraag heb over een lener die iets wil weten over zijn pasje, kom ik om een of andere reden toch altijd bij jou. Volgens mij is het eigenlijk je werk helemaal niet meer. Dat komt omdat ik, ondanks dat ik achter de schermen zit, ben ik wel degene die de ledenadministratie op deze in ZB aanstuur. En als iets ietsje moeilijker wordt, dan komt het vaak bij de ledenadministratie terecht. En die lost het uiteraard zelf op. Er zitten drie goede medewerkers. Maar als het nog een beetje moeilijker wordt, en aangezien jouw pasje... Nee hoor, leuk wil. Maar dan komt het vaak bij mij. En dan probeer ik mee te denken in oplossingen. En soms moet ik dat dan zelfs afstemmen op salesniveau, want we zijn... Op het gebied van de regeltjes zijn we natuurlijk een Zeeuwse bibliotheek, met ook Bibliotheek Oost-Gelre en Zeeuws-Vlaanderen. Ja, ja. Dus we kunnen niet alles zelf hier beslissen en we stemmen ook dingen af. En dan ben ik eigenlijk de tussenpersoon voor ZB en de regio. Ja, nou oké. Okay. Nou, dat is wel duidelijk. Dus een hele, bijzondere functie en heel gevarieerd. Gevarieerd, ja. Maar ik ben wel heel benieuwd van, is jouw werk veranderd door de coronaperiode? Want het is natuurlijk, er zijn... Het systeem draait door, maar de bibliotheek zelf is grotendeels dicht of is alleen voor afhaal. Maakt dat voor jouw werk uit? Ja, zeker. Want op het moment dat er bijvoorbeeld dan weer iets gebeurt in de vorm van er komt weer een lockdown aan of we gaan juist open, dan ben ik ook degene die meedenkt over hoe we het moeten inzetten en wat we moeten doen om die afhaalbibliotheek te realiseren. In de eerste lockdown heb ik heel veel vanuit thuis gewerkt. Maar ja, door mijn functie en doordat ik dus veel ook met de front office moet communiceren om te zorgen dat het... moet lopen zoals we het Zeeuws breed ook afspreken, moet ik hier zijn. Daarnaast werkt mijn vrouw thuis en ik woon te klein om constant met z'n tweeën daar te zitten, want zij is ook altijd aan het videobellen. Beurt erover, hè? Beurt erover. Dus daarom hebben we ervoor gekozen dat ik toch op ZB werk en ik ben gewend aan twee beeldschermen en als je dat gewend bent, dan is het thuis best wel even behelpen met zo'n lullig laptopje. Nou, dus vandaar. Dus ik... De coronacrisis raakt iedereen en mij ook, maar op het werkgebied kan ik nog steeds uit de voeten. De bedoeling is toch hier aanwezig zijn. Dus kort samengevat, zie je het komende jaar gewoon met vertrouwen en blijdschap tegemoet? Of, ik hoop wel dat het voor iedereen gauw een betere maar eens klaar is. Ja, ja, zeker. Ja, zeker gelijk. Voor de mensen die er heel veel onder lijden. Voor de middelburgse bedrijven. Alles, alles. Ja. Maar dankjewel voor je toelichting. Ja, precies. Je zet een beetje grote laag. Hey, dankjewel voor je tijd.